Hier heeft ooit de bewaarschool gestaan. Bewaarschool, dat woord bestaat niet meer. Maar het is dus de kleuterschool of de crash van tegenwoordig. En het woord bewaarschool, dat stond ook letterlijk met grote letters op het gebouw. Oh ja. In de herfst van 1945, vlak na de oorlog, ging ik bij mijn moeder achterop op de fiets hier naartoe. Ik weet niet veel meer wat er gebeurde. We zullen wel vlechtwerk gedaan hebben. Maar hierachter, waar we nu staan, daar was een schutting en daar was een grote zandbak. En daar speelden we dan. Schepjes en graven, dat herinner ik me nog heel goed. Ja. En die boom, die speelde in de schaduw van die boom. Ja. Die boom die staat er nog merkwaardig genoeg. Die moet al minstens 100 jaar oud zijn. Ja. Om te begrijpen dat ik daar 70 jaar geleden of nog langer, 75 jaar geleden, met mijn schepje onder gespeeld heb. We speelden in het meer en we speelden hier. Mijn moeder kwam weer op de fiets als het tijd werd om op te halen. Oh ja. Enfin, dat heeft een jaar geduurd en een jaar later, in september 1946, toen ging ik naar de grote school. De grote school die was waar nu het museum is, het museum Willem van Haren. Het heette school van Delden, omdat, zo werd het toen genoemd, het hoofd van de school die heette Geert van Delden. Dat was een klein permanente mannetje met een eeuwige pijp in zijn mond. En mijn binnenkomst was nogal schokkend, moet ik zeggen. Letterlijk, want ik viel met mijn snuffert in de hal op de tegelvloer. En als je goed voelt, dan voel je nog het litteken onder mijn baard. Ja, ja. Misschien is dat... Hier heeft dus ooit de bewaarschool gestaan. Met grote letters bovenop. Er zijn nog foto's van. Hier was het mooie oude postkantoor. En even verderop. Daar stond de watertoren, maar er is helemaal niks meer van het hele gebouw te zien. Nee. Van de drie gebouwen, alleen de beuk, die heeft alles en iedereen overleefd. Ja. Nou, hier klapte meester Van Delden dus in zijn handen. En dan gingen wij hier braaf het schoolgebouw. Hier ben ik dus op een snuffert gevallen, de allereerste dag. Ja. Hier werden ook de groepsfoto's gemaakt van de klassen. Er zijn veel groepsfoto's waar dit gebouw staat. Ja. En daar kwam ik in de klas bij juffrouw Steenstra. Hele lieve, zachtaardige vrouw. En na een paar maanden, toen mochten we met een grootjespen schrijven. En ja, dat was een hele gebeurtenis. De moeders die moesten inklappen maken, die knipten ze zelf, ronde of vierkante lapjes, werden op elkaar gestapeld. Met een aan elkaar genaaid, kwam een knoopje van een overhemd opgenaaid. En dat was dat. In de bank, we zaten in banken, daar was een ruimte voor een inkpotje uitgespaard. Er zat een schuifje op. En juffrouw Steenstra die kwam met een liter fles met gimbon inkt. Vulden ze de potjes en zo schreven wij met een kroontjespen onze schriftjes vol. Ja, prima. Op een gegeven moment, ja, dan kan je een beetje lezen en schrijven. En voor mij was dat een wonder, want de krasjes in de krant, die voor mij tot dan toe abracadabra waren geweest, ja. Dat bleek plotseling een betekenis te hebben. Woorden, letters. Dus ik kon een beetje lezen. We woonden in het meer, zoals je weet, aan de zuidkant van de vaart. Dat heette trouwens de arme kant. En aan de noordkant, daar woonden ook geen miljonairs, dus veel betekende dat niet. Maar ik keek dus daar uit het raam en over de vaart, de kniepste vaart, dan zag je de straatweg. Waar niet veel verkeer was, toen de tijd, was vlak na de oorlog, 1947. Ja. En daar kwam een auto voorbij, een vrachtauto, die kwam er één keer per week voorbij. En
Dat was een auto van de firma Kniphorst uit de Kerkstraat hier in Heerenveen. En dat kon ik plotseling lezen. Dus het eerste wat ik kon lezen was Kniphorst. Een merkwaardige tekst, maar ja, zo heb ik het onthouden. Op de tram trouwens, die er ook voorbij reed, daar stonden op de goederenwagen borden en daar stond Perceel blijft Perceel. Na een tijdje kon ik dat ook lezen. En ik begreep helemaal niet wat dat betekent. En eigenlijk begrijp ik het nu nog niet. Ja, mooi.